Oh mijn god, zie dat haar. Oh, dan moet ik echt iets aan goed doen. Maar goed, goedemorgen. Ik ben even wat informatie over de vlog op Facebook aan het zetten. En ik moet daarna op gaan schieten, want ik moet naar de fysio. Tot zo! Best wel vettig haar, maar ik ben nog niet in staat geweest om mijn haar te wassen. De dag voordat ik naar Brussel ging was een hele slechte dag, dus als ik dan mijn haar was, dan gaat het de volgende dag nog slechter. En gisteren ben ik in Brussel geweest, dus toen was ik doodop en toen kon ik ook mijn haar niet wassen. En dus ja, ik heb best wel vettig haar. Maar ja, het moet nou eenmaal zo. Dadelijk doe ik er wat talkpoeder in. Dat helpt meestal wel als ik dan een strak staart maak en wat talkpoeder eroverheen doe. Auw. Oh. Dan is meestal, ziet het er niet meer vettig uit. Dus dat is wel handig. En al mijn huid doet overal zeer nou. En oh, mijn hoofdhuid is altijd het ergste. Dus al dat borsten, dit is echt verschrikkelijk. Zeker met die glitter. Ik ben vergeten mijn knotje naar het bad eruit te halen. En normaal heb ik, ik slaap op zo'n kussen. Dat is zo'n speciaal kussen. Dat kan je bij de kruidvat kopen. Wacht even, dan pak ik hem erbij. Is een zijde kussen. Zijde volgens mij. Geen idee. Maar zo'n glad kussen in ieder geval. En dat helpt heel erg om je haren te ontklitten en ervoor te zorgen dat je haar niet in de klit raakt. En zo ook met nat haar kun je gewoon op slapen. En dan 's ochtends zit het niet heel erg in de klit of zelfs uit de klit. Bij mij is dat vaak het geval dat het niet eens geklit heeft. En die is heel handig. Maar ja, dat werkt niet als je met een knotje inslaapt. Deze gebruik ik van de Zwitser. Gewoon. En zo ziet het eruit. Het is van dat babybillen spul. Even hoor. Gewoon zo'n poeder. En dat doe ik dan gewoon een beetje op mijn haar. En dan moet je even proberen die grote vlokken eruit te halen. Dat het niet eruit ziet alsof je schimmel op je haar hebt. En dit spul neemt vocht op. Was het volgens mij. En daardoor neemt het ook het vet uit je haar. En nou ziet het er nog niet uit hoor, maar dadelijk wel. En ik heb een heel handig iets voor mensen die geen... voor mensen die heel veel rugpijn hebben en zo. Ik heb dat ook en dan kan ik niet... Dan kan ik niet goed een BH aan. Dat doet zoveel zeer. Hier dan achter doet dat zeer. Want dat zit net op die spieren. En hier doet dat veel te veel zeer om dat aan te doen. En mijn huid doet pijn en zo. En dat zit gewoon veel te strak. Ik kan geen strakke kleren aan. Daar heb je van die speciale plakkers voor. En die kan je op je tepels doen. En dan lijkt het echt net alsof je een BH aan hebt. En je hebt ook... ietsjes meer volume en alles is gewoon netjes weggewerkt. En je kan er gewoon een shirt aan. En ja, het is gewoon alsof je een BH aan hebt. Alleen dan zonder dat het pijn doet en zo. Dus dat is echt heel fijn. Ja, als je echt ondersteuning nodig hebt van een BH, kan je het denk ik niet aan. Dan... Maar als je net zoals ik heel veel afgevallen bent en weinig volume hebt en zo... Dan ja, zijn dit echt hele goede aanraders. Die kan je bij heel veel lingeriezaken en zo kopen. Maar je kan het ook gewoon kopen op AliExpress.com. Gewoon op internet ergens. Gewoon opzoeken tepelplakkers of in het Engels of dat soort dingen. Ik ga natuurlijk niet laten zien hoe het eruit ziet zonder shirt. Maar dit is gewoon hoe het eruit ziet met shirt. Je ziet er echt helemaal niks van. En het werkt gewoon en het is gewoon echt heel fijn. Dus echt een aanrader.
Ik ben op weg naar de fysio. En dan moet ik altijd een stukje lopen van de fysio. Dus ik loop een stukje en de rest ga ik in de rolstoel. Dus... altijd misselijk en duizelig na de fysio als ze mijn nek heeft gedaan of als ze mijn nek of mijn hier achter mijn schedel of schouders en zo. Er zaten echt heel veel knopen in mijn schouders en op de een of andere manier word ik daar misselijk en duizelig van als ze daar zitten douwen, maar het helpt wel. Pas op, in de volgende beelden zul je naalden en spuiten zien. Dus ik moet de spuit. Als ik ergens bang voor ben, zijn het spuiten. Kijk. Wow. Dit is dan de B12. En die moet in mijn billen. Niet fijn. B12 is een belangrijk deel van mijn behandeling. Ik ben alleen heel erg bang voor spuiten. Dat is een beetje jammer. En ondanks dat ik verdoving in mijn spuiten heb zitten, doen ze nog steeds heel erg zeer. Mijn lichaam reageert gewoon heel erg heftig op de B12 vloeistof. Die is heel stroperig. Ik krijg niet de vloeistof uit Nederland. Ik krijg van die speciale B12 vloeistof. En die doet echt vreselijk zeer. En dat werkt niet goed samen met mijn spuitenfobie. Dus die spuiten moeten 2 keer in de week. Dus dat is echt heel balen. Dat is het vervelendste van de behandeling. Die spuiten. Gewoon omdat dat ook heel erg... ik ben er gewoon heel erg bang voor. Ik vind het niet erg als iets zeer doet. Ik bedoel, de zondevoeding heeft ook zeer gedaan in het begin. En... mijn piklijn deed ook altijd zeer en zo, maar dit is ook gewoon iets wat ik heel erg eng vind. En gewoon om dat 2 keer in de week te hebben en je zou denken van, oh, je wordt wel na een tijdje minder bang ervoor of zo. Maar nee, op de een of andere manier wordt het niet minder bij mij. En ja, ik ben er gewoon echt heel, heel bang voor. Slaap lekker. Doei doei.